Ik ben Victor Scholaert en ik doe mee aan Lokale Helden 2019. Ik ga Nederlandstalige kleinkunst brengen, die ik allemaal zelf geschreven heb. Ik heb vorig jaar een EP'tje gemaakt, Brood, Kaas, Koffie en Eenzaamheid. En die ga ik brengen samen met nog enkele andere nummers die niet op de EP staan. Mijn werk gaat eigenlijk over de dingen die een 21-jarige zo wat meemaakt. Dus ik denk dat het wel heel herkenbaar is allemaal. Het sterven van grootmoeder en grootvader, de eerste liefde, afstuderen aan het middelbaar, groot worden eigenlijk, ja. Daar heb ik proberen dingen over te schrijven. We beginnen optreden met Lokale Helden 2017, als ik me niet vergis. Dat was de eerste keer en sindsdien heb ik zo enkele optredens gedaan met de bedoeling om met mijn eigen muziek naar buiten te komen en wat reacties te kunnen krijgen van, ja, van toeschouwers. Die kram lijkt toch niet zo'n probleem. Hij was even.